Ik ben Erik Boezenkool. Ik ben bestuurslid van de coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt. En met het project Warm in de Wijk willen wij de Vruchtenbuurt duurzamer maken. We zijn in 2015 gestart met Warm in de Wijk, een initiatief van een aantal buurtbewoners in de Vruchtenbuurt om de wijk van het gas af te halen. Uiteindelijk moet heel Nederland van het gas af en verduurzamen. En wij proberen dat in de Vruchtenbuurt samen met de bewoners vorm te geven. Een van de activiteiten die we organiseren is dat we zoveel mogelijk informatie geven aan de bewoners van de Vruchtenbuurt over verduurzaming. Dat doen we onder meer via de energiecoaches van de Vruchtenbuurt. En die komen gratis bij jou langs thuis om je advies te geven over hoe je huis kunt isoleren en verduurzamen. Een van de manieren om te kijken of we onze slecht geïsoleerde huizen in deze wijk nog warm kunnen krijgen als we van het gas af gaan, was om te kijken of je je huis warm kon krijgen op 70 graden. Dus we hebben een paar jaar geleden 70 bewoners gevraagd om een ketel op 70 te zetten en dan aan te geven of ze hun huis nog warm krijgen. Nou, dat bleek in het overgrote deel het geval. En dat betekent dus dat we op basis van die ervaringen verder kunnen met het onderzoek naar een duurzaam warmtenet. Op dit moment zijn we bezig met het Pioniersproject. En daarin proberen we concreet te zoeken naar 500 pioniers in de Vruchtenbuurt. Die zeggen van ja, ik ga echt van het gas af en ik wil me laten aansluiten op een duurzame warmtenet. Dat duurzaam warmtenet zijn we als Warm in de Wijk samen aan het ontwikkelen met de gemeente, Dunea. Die gaat de warmte leveren uit de restwarmte van de waterleiding en met Netverder Stedin. Als je mee wil doen en mee wil praten, dan raad ik je aan om te gaan naar onze website warmindewijk.nl. En daar kun je van alles lezen en kan je ook kan je aanmelden en lid worden en meedoen.